Wij gaan met elkaar Gods woord openen en dat doen we vanmorgen opnieuw in het evangelie, zoals beschreven door Lucas. Wij gaan naar hoofdstuk 22 en we lezen daarvan vers 1 tot en met 23. Dus de schriftlezing vanmorgen is Lucas 22, de eerste 23 versen. En daar lezen we in het woord van de Heer het volgende. Het feest nu van de ongezuurde broden, dat Pascha heet, was nabij. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om hem, om Jezus, om te brengen, want zij waren bevreesd voor het volk. Toen voerde Satan in Judas, die de bijnaam Iscariot had, die bij het getal van de 12 behoorde. En hij ging weg en sprak met de overpriesters en bevelhebbers van de tempelwacht, hoe hij hem aan hen zou overleveren. En zij verblijden zich en kwamen overeen hem geld te geven. En hij stemde erin toe en zocht een geschikte gelegenheid om hem, buiten de menigte om, aan hen over te leveren. De dag van de ongezuurde broden brak aan, waarop men het Pascha moest slachten. En hij stuurde Petrus en Johannes erop uit en zei, ga heen, maak voor ons het Pascha gereed, zodat wij het kunnen eten. Ze zeiden dan tegen hem, waar wilt u dat wij het gereed maken? En hij zei tegen hen, zie, als u de stad binnengaat, zal iemand u tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat. En u zult tegen de heer des huizes zeggen, de meester zegt u, waar is de eetzaal waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen die volledig is ingericht. Maak het daar gereed. Zij nu gingen weg en vonden het zoals hij hun gezegd had. En ze maakten het Pascha gereed. En toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanliggen. En de 12 apostelen met hem. En hij zei tegen hen, ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat ik ga lijden. Want ik zeg u, dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u, dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam brood, en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden, dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Maar zie, de hand van wie mij aan verraadt, is met mij aan de tafel. En de zoon des mensen gaat wel heen zoals bepaald is, maar wee die mens door wie hij verraden wordt. En zij begonnen zich onder elkaar af te vragen wie van hen het toch zou zijn die dat zou doen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Leef met verwachting naar Jezus' komst. Hij komt eraan. De tekenen van de tijden laten het zien. Wanneer u deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog. Hef uw hoofd op, want uw verlossing is nabij. Gemeente, met deze oproep van de Heer Jezus gingen we vorige week de voorbereidingsweek in. Het is nodig dat we ons voorbereiden op de wederkomst van Jezus Christus, zodat het moment van zijn komst niet onverwachts zal zijn, maar dat we geacht, waardig geacht zullen worden en het oordeel zullen kunnen ontvluchten en we in de hemelse rechter onze persoonlijke redder zullen ontmoeten. En broeders en zusters, juist het avondmaal is door Christus ingesteld om dat verlangen naar de ontmoeting met hem aan te wakkeren, te versterken. Mag ik u eens vragen, met u ben jij vanmorgen zo naar de kerk gekomen? Om door woord en sacrament op de Heer Jezus gewezen te worden. Om in hem je zaligheid te vinden. Zodat je versterkt wordt.
Je verlangen naar Hem. Dat je uitziet naar de ontmoeting met Hem van aangezicht tot aangezicht. En hoe de afgelopen week ook voor u zelf geweest is, voordat we de nodiging laten uitgaan om de dood van de Heer te verkondigen in het sacrament van het avondmaal, laat de Heiland zich in de verkondiging in zijn hart kijken. De tekst voor de preek is Lucas 22, vers 15 en 16, waar we de Heer Jezus horen zeggen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God. Het thema van de preek is Jezus' vurige verlangen naar het Pascha. Jezus' vurige verlangen naar dit Pascha. Allereerst de reden van dat verlangen. Dan zullen we horen dat we twee aspecten kunnen noemen, twee redenen. En vervolgens het perspectief van dat verlangen. Dus de reden van het verlangen en het perspectief van dat verlangen. Jezus staat op het punt om het Pascha te gaan vieren. En de meeste jongens en meisjes hier in de kerk en ook wel thuis, die weten denk ik wel waar het bij het Pascha om gaat. Om de bevrijding uit Egypte inderdaad. Tijdens de Pascha-maaltijd werd daaraan teruggedacht. En op allerlei manieren kwam dat tot uiting. Er werden kruiden gegeten, maar die waren eerst in bittere azijn gedoopt. En die bittere kruiden, die deed hen denken aan het lijden dat ze in Egypte hadden meegemaakt. En daarnaast moesten er ongezuurde broden worden gegeten. En de Heer des Huizes moest dat brood ontbreken en zeggen: Dit is het brood der ellende dat onze vaderen in Egypte hebben gegeten. En dan was het de taak van de jongste, van degene die aan de tafel zat, om de vraag te stellen: wat maakt deze nacht anders dan de andere? Waarop de vader of degene die de leiding had, de geschiedenis van de uittocht vertelde. En vervolgens werd het paaslam gegeten. Een herinnering aan het lam dat bij de uittocht geslacht moest worden en het bloed aan de deurposten gestreken. Want die nacht zou de verderfengel komen en alle huizen waar er geen bloed was, daar stierf de eerstgeborene. Maar als de verderfengel het bloed zag, dan ging hij voorbij. Achter het bloed was je veilig. En tenslotte werd er tijdens deze bijzondere paasmaaltijd ook verschillende keren wijn gedronken. Het teken van vreugde vanwege de verlossing. Nu, Jezus staat op het punt om het Pascha te gaan houden. En wat lezen we dan in onze tekst? En hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten. Christus heeft een sterk verlangen om met zijn discipelen de maaltijd te gebruiken. Letterlijk staat er: Ik heb met een verlangen verlangd. Zijn hart brandt van verlangen. Zo graag wil hij. En dan niet zozeer het eten van deze maaltijd in het algemeen, maar heel specifiek naar deze ene keer. Hij heeft het immers over dit Pascha. Maar waarom wil hij dit Pascha dan zo graag eten? Wat is de reden van zijn vurige verlangen? Ik bedoel, als vrome Jood heeft hij al vele keren deze maaltijd genuttigd. Wat is er zo bijzonder aan deze keer? Omdat hij weet dat het de laatste keer is, dat hij morgen zal gearresteerd worden en gedood. Laat hij zich leiden door zijn emoties om nog één keer met zijn discipelen een intiem moment te hebben. Gemeente, over enkele uren zal de Heer Jezus inderdaad gearresteerd gaan worden. Gedood en in een graf gelegd. En al beseffen de discipelen het nog niet, Christus wel. En hij weet dat zijn uur gekomen is. En met het eten van dit specifieke Pascha-maaltijd wil hij duidelijk maken dat hij morgen niet zal sterven als een mislukte rabbi, maar als het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Jezus staat op het punt om het Pascha tot zijn vervulling te brengen. Gemeente, dat is het eerste antwoord
Wat we kunnen vergeven op de vraag naar de reden van Jezus' vurige verlangen naar het Pascha. De paasmaaltijd verwees niet alleen naar de letterlijke bevrijding uit Egypte, maar was ook een profetie dat nog om vervulling vroeg. Want ieder jaar opnieuw herinnerde de maaltijd eraan dat de bevrijding nog niet compleet was. Zoals het bloed van het paaslam bevrijdde van de dood die de verderfengel bracht. Zo moest het paaslam komen om ons te bevrijden van de dood als straf op de zonde. En als Jezus de bittere kruiden voor zich op de tafel ziet liggen, dan herinnert hem dat niet alleen aan het bittere lijden in Egypteland, maar ziet hij daarin een verwijzing naar zijn bittere lijden, wat hij straks zal moeten gaan doormaken. En hij ziet het brood der verdrukking voor zich liggen, een heenwijzing naar de worsteling van het lijden, omdat zijn lichaam gebroken zal gaan worden, en de Godverlatenheid die hij zal binnen moeten gaan. En hij ziet de wijn staan. Ja, dat verwijst naar de vreugde, maar tegelijkertijd ook dat hij wel zijn bloed moest gaan vergieten om die vreugde van de verlossing te kunnen gaan verdienen. Alles van deze maaltijd herinnert Jezus eraan wat hem de komende uren te wachten staat. De gemeente, juist op dit cruciale moment in de helsgeschiedenis stelt de zaligmaker het heilig avondmaal in. Dit is de laatste wettige paasmaaltijd. Van het uitzien naar het offer zal het voortaan moeten worden een maaltijd die terugdenkt aan het gebrachte offer. Het Pascha waar Jezus vurig naar verlangt is een overgang van het Oude naar het Nieuwe Testament. En om die reden eten wij, jongens en meisjes, bij het avondmaal alleen brood en wijn en geen lamsvlees. Er hoeft geen bloed meer te vloeien. Nee, ik moet zeggen, er mag geen bloed meer vloeien. Op Golgotha heeft het al gevloeid. Het brood, de beker spreken van u die hebt geboet. U toont ons in dit teken uw lichaam en uw bloed. U hebt uzelf gegeven, u stierf voor onze schuld. Zo kijken we, broeders en zusters, de Heer Jezus vanmorgen in het hart. Kijkt u met me mee. In zijn vurige verlangen zien we zijn grote bereidheid om plaatsvervangend te sterven. Vindt u het niet bijzonder? Is het geen wonder? Hij wil het Pascha tot zijn vervulling brengen. Hij doet het niet omdat het zo nodig van zijn vader moet. Nee, hij doet het met een groot verlangen. Hij gaat waarmaken wat hij in de eeuwigheid al tegen zijn vader had gezegd. Zie, ik kom om uw wil te doen. Vader, ik zal gaan om mijn leven te geven als losprijs voor velen. In Johannes 10 zegt Jezus, daarom heeft de Vader mijn lief. Omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het van mij af. Ik geef het uit mezelf. De Heer Jezus sterft als het paaslam, vrijwillig, volgens Gods plan, naar het eeuwig welbehagen, als betaling voor de schuld. Jezus een slachtoffer? Wel nee. Geleid door Gods geest is hij gehoorzaam aan zijn vader, om te doen wat was besloten van voor de grondlegging der wereld. Gemeente, zijn uw ogen al open gegaan voor deze Christus, voor zijn grote liefde en bereidheid om voor zondaren te sterven en ze zo te redden van de ondergang? Hij opent zijn hart vanmorgen. Voor wie? Voor zondaren. Gemeente, u heeft naar aanleiding van het eerste deel van ons formulier, wat we vorige week lazen, de afgelopen dagen uw zonde en vervloeking overdacht. Zodat u een afkeer van uw zonde krijgt en u voor God verootmoedigt. Toch? Wat zouden we doen?
Want op die lage plaats van verootmoediging wordt Jezus zo heerlijk, zo goed, zo noodzakelijk en gepast. Hij is een volkomen zaligmaker die er vurig naar verlangt te redden. Nu om straks avondmaal te vieren, op een gezegende manier, is het nodig daar iets van te kennen. Want de eenvoudige wil God steeds gadeslaan. En dan wil God je in de tekenen van brood en wijn versterken. Zal je verlangen naar Jezus groeien. Want in deze tekenen verschijnt Hij als de lijdende en toch de verhoogde. Als de gestrafte en toch onschuldige. In brood en wijn zien we Jezus als de gehate en toch de liefhebbende. De verworpene en tegelijkertijd de soevereine. In het avondmaal gaat het om Hem en zijn volbrachte werk. Zijn hart dat klopt van liefde voor zondaren. En juist dat zien we ook in onze tekst. En daarmee komen we bij de tweede reden waarom Jezus vurig verlangt naar dit Pascha. Ja, Hij wil daarmee het Pascha tot zijn vervulling brengen. Daarin zien we een onvoorstelbare zondaarsliefde. Want Hij zegt, ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten. Wie zijn die u? Nou, dat zijn de discipelen. En wat voor soort mensen zijn dat? Nou, dat zijn van die goede gelovigen die hun meester in alles gehoorzamen en volgen. Die Hem dienen met alles wat in hen is. Nou, we weten wel beter. Daar zit Petrus aan de tafel. Die Hem straks zal gaan verloochenen. En Thomas, die twijfelt in ongeloof. En Filippus, tegen wie Jezus straks zal gaan zeggen, Johannes 14, ben ik nu zo'n lange tijd bij u en kent u mij niet? En wat dacht u van Johannes en Andreas, die vol hoog moet vragen of zij op de belangrijkste plekken in het Koninkrijk van God mogen gaan zitten? Ja, en Matthäus 26 horen we de zaligmaker zeggen tegen zijn discipelen, u zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen. Ze vluchten allemaal weg als Jezus gevangen genomen wordt. Gemeente, met die mensen verlangt Jezus te eten. Zelfs met Judas, die Hem straks zal gaan verraden. Aan Jezus ligt het niet als mensen verloren gaan. Want er is geen zondaar te groot. Of Christus verlangt ernaar gemeenschap met Hem te hebben. Want dat is de betekenis van een maaltijd in de Bijbelse cultuur en tijd. Daarom hadden de mensen de afgelopen jaren er niks van begrepen dat Jezus aanzat en at met zondaren en tollenaren. Want wie houdt zich nou bezig met die foute, zondige lui? Dat zijn toch mensen met wie, waar je het liefst met een boog omheen loopt. Nee, de Heer Jezus was niet bang om door hen verontreinigd te worden. Hij at met ze, omdat Hij graag hen wilde redden. Hij wilde reinigen met zich, door zichzelf. En lieve broeders en zusters, zo verlangt Jezus vanmorgen ook naar u. Hoort u dat? Jezus verlangt naar u. En dat terwijl u een zondaar bent. Hij is immers gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Ja, ik mag namens Hem het evangelie vanmorgen weer verkondigen. En het wordt in het sacrament vandaag weer zichtbaar gemaakt. Jezus liet zich vrijwillig verbreken om van vijanden vrienden te maken. Jezus verlangt naar u. Heeft dat verlangen uw hart al verbroken? Bent u in verwondering en aanbidding al op uw knieën voor Hem gegaan? Erken toch dat u een zondaar bent in uzelf. Buig voor God. Zonder Hem gaat u verloren. Zie zijn onbegrijpelijke zondaarsliefde. Slaat niet af. Heren, dat u mij, die door eigen schuld een kind des toorns bent geworden, dat u mij opzoekt en wil redden. Genade. Enkel en alleen genade. Och Heren, och werd mijn ziel door u gered. Toen hoorde God,
Hij is mijn liefde waardig. De Heere is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. Gemeente, daarover gaat het in het avondmaal. Het gaat om Jezus en om zijn trekkende liefde. Hij staat in het middelpunt. Er wordt in het kader van de zelfbeproeving wel eens de vraag gesteld: verlangt u naar het avondmaal? En dat is een goede en een belangrijke vraag. Om gezegend avondmaal te vieren moet er wel een band gekomen zijn tussen u en de Heer. Door geloof en wedergeboorte. Maar vanmorgen keert onze tekst het om. Er kan avondmaal gevierd worden. Niet omdat wij verlangen, maar omdat Jezus verlangt. En het zou zomaar kunnen zijn dat u zichzelf de afgelopen week weer bent tegengevallen. Want de boze zat niet stil. En u bent weer tegen uzelf aangelopen. Zonde, wereldgelijkvormigheid, aardsgezindheid, zo weinig geloven. Je wordt er moedeloos van. Kan ik dan wel aan het avondmaal? Mijn leven getuigt tegen me. Maar weet u, de lijdende zaligmaker verlangt ernaar om juist met zulke mensen aan tafel te zitten. Als ze het maar erkennen en zo tot hem gaan. Ja, het is een grote zegen als u vanmorgen hier zit met een hart dat verlangt naar God. Maar het is nog een grotere zegen als u op kosten van Christus verlangen avondmaal mag houden. Omdat u door Gods geest hebt geleerd dat het niet van u afhangt. Niet van uw geloof, niet van uw berouw, niet van uw verlangen. Maar dat u nederig en verwonderd naar voren komt. Omdat Jezus heeft gezegd: ik heb er vurig naar verlangd met u dit Pascha te eten. En dat is genoeg. De zaligheid ligt niet in mij, maar in hem. In mij de dood, maar in hem het leven. O God, u wilt onszelf vergaderen rondom uw tafel, Heer. Uw geest door wie wij naderen, bereidt in ons uw eer. Aan u, Heer, in ons midden wordt lof en eer gebracht. Wij willen u aanbidden, die alles hebt volbracht. En gemeente, wanneer we zo gaan leven, dan leert de geest ons omhoog kijken. En onze hoofden op te heffen, onze tweede gedachte. We gaan verlangen naar Jezus' komst. Dat is het perspectief van Jezus' vurige verlangen. Er staat namelijk in vers 16: want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. De Heer Jezus zegt hier: niet meer te eten, totdat het koninkrijk van God is aangebroken. Het koninkrijk van God. Jongelui, dat is een Joodse uitdrukking waarmee de nieuwe wereld wordt bedoeld. Die zal aanbreken bij Jezus' wederkomst. Als hij terugkomt om orde op zaken te stellen, dan zal de wereld hersteld worden. En alle zonden en de gevolgen ervan zullen voor eeuwig verdwenen zijn. En weet je waar dat moment in de Bijbel mee vergeleken wordt? Met een bruiloftsmaaltijd. En dan kunnen jullie denk ik wel raden wie de bruid en de bruidegom zijn. De bruidegom is Jezus. En de bruid, de kerk. Als Jezus terugkomt om zonde, ziekte, dood en duivel definitief te overwinnen, dan zullen zij samen aan tafel zitten. Want waar was de maaltijd in de Bijbel ook alweer het beeld van? Teken van eenheid. Het vieren van de gemeenschap. Nu het oud-testamentische Pesachmaal door Christus kruis zo tot zijn vervulling is gekomen, heeft hij zijn nieuw-testamentische gemeente opnieuw een maaltijd gegeven om ze te leren uitzien naar dat moment van Christus' definitieve overwinning. Zoals Pesach een maaltijd was van halverwege tussen de uittocht van Egypte en Jezus' komst, zo is het avondmaal ook een maaltijd van halverwege
tussen Jezus' eerste en tweede komst. Het verwijst ons terug op zijn overwinning die hij al behaald heeft op Golgotha. En het wijst heen naar het moment van de overwinning. Als hij terugkomt op de wolken. En de nieuwe hemel en de nieuwe aarde een feit zal zijn. Dat is het perspectief van het avondmaal, gemeente. En om die reden schrijft de apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heer. Totdat hij komt. En broeders en zusters, daar is het uiteindelijk om te doen. De Heer Jezus verlangt vurig naar het moment van volledige vervulling. En beseffen wij dat toch wel voldoende? Het gaat God er niet allereerst om ons leven hier op aarde gemakkelijk te maken. En het redden van onze zielen is geen doel op zich. Het is zijn vurige verlangen om de hele wereld te bevrijden van de zonde en de gevolgen ervan. En ons daarin te laten delen. Ja, Gods kinderen mogen nu al weten door genade in genade te zijn aangenomen. En dat God hun hemelse vader is geworden. Maar ze gaan nog wel steeds gebukt onder de gebrokenheid van het leven. Ze hebben nog last van inwonende zonden die tegen hun wil in hen zijn overgebleven. Daar wil Jezus ze van verlossen. Dat zal gebeuren bij de wederkomst. Hij is immers zaligmaker van lichaam en ziel, tijd en eeuwigheid. En op dat moment, als het koninkrijk van God doorbreekt, zal de eeuwige maaltijd staan aangericht. Is er volmaakte gemeenschap met Christus en zijn kerk. En met eerbied gesproken, broeders en zusters, wil het avondmaal een voorproefje zijn op dat volmaakte moment straks. Wij mogen avondmaal vieren met de wetenschap. Jezus komt eraan. En dan is het volmaakt. Wij denken aan uw lijden, terwijl wij aan uw dis, ons Heer, in u verblijden, daar het heil ons zeker is. Eens zingen wij hierboven, het lied dat nooit verstomt, en op de aarde loven wij u totdat u komt. En daarom komt de oproep vanmorgen tot u, die niet meer kunt ontkennen dat de Heer in uw leven begonnen is. Kom tot de tafel. Doe dat tot mijn gedachtenis. Verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. U laat uw plekje toch niet onnodig leeg. Christus roept u. Hij heeft een vurig verlangen om in de tekenen van brood en wijn gemeenschap met u te hebben. Laten we deze middelen die hij gegeven heeft dan ook gebruiken. We kunnen het niet in eigen kracht volhouden. Wij zijn en blijven tekortschietende zondaren. Maar juist daarom verlangt Christus ernaar. Dat we ootmoedig tot hem komen. Zodat we gereinigd worden. En hij ons met zijn geest de hoofden kan opheffen. En de komende Jezus zien aankomen. En dat ons verlangen naar hem wordt gevoed, omdat we dan in de hemelse rechter onze persoonlijke redder ontmoeten. Ja, als u hier nog vreemdeling van bent, als u Jezus nog niet als zaligmaker hebt leren kennen, dan is de tafel niet voor u aangericht. Want die is, zo horen we vorige week vanuit het formulier, alleen voor waar gelovigen bestemd. Dan komt tot u de oproep van geloof en bekering. Dat u zich verootmoedigt voor God en dat u zich laat zalig maken. Bid dan om de krachtige werking van de geest. Weet dat het waar is zoals we hebben gezongen. Gij hoort hen die uw heil verwachten, o hoorder der gebeden. Daarom zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u treden. Zou hij het zeggen en niet doen? Wie tot hem vlucht, zal toch Gods geest kunnen beleiden. Ja, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar mijn weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. Welzalig
die gij hebt verkoren, die al uit het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. En waar hij woont en werkt, komt er een verlangen naar hem. En naar het moment dat hij komt, als het koninkrijk van God volledig vervuld zal zijn. Gemeente, leef met verlangen naar Jezus' komst. Hij komt eraan. De tekenen der tijden laten het zien. Wanneer u deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog. Hef uw hoofd op, want uw verlossing is nabij. En het sacrament is een gegeven middel van God om ons te versterken en bemoedigen. Zodat we door Gods geest gaan leren leven met het perspectief van de eeuwige heerlijkheid voor ogen. Hoe zwaar en moeilijk het leven nu ook nog is, hoe groot de aanvallen van de boze en hoe zwak en van moed en klein van krachten. Door Christus mag Gods kerk vol goede moed doorgaan. Want je mag het weten, ik ben onderweg naar de bruiloftsmaaltijd van het Lam. Broeders en zusters, zalig die verlangt naar zijn tafel te zitten. Gekocht en betaald door zijn bloed, levend op zijn offer, zalig door zijn dood. Kent u daar iets van? Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Kom, verbroken om wie u zelf bent, verwonderd om wie hij is. Looft hem die u vergunt uw ziels verlangen en het goede tot verzadiging doet ontvangen. Amen.